Welkom bij de Security Awareness Webinar van Inspark. Ik wil door middel van twee voorbeelden aantonen hoe belangrijk security is binnen een organisatie. Nou, het eerste voorbeeld is een bedrijf wat heet The Codespaces. Het was een bedrijf, een miljoenenbusiness, wat volledig in de cloud zat. In de AWS Cloud, de Amazon Cloud, niet de Microsoft Cloud. Maar die hadden een omzet van vele miljoenen. Nou, op een gegeven moment, juni 2014, kwamen deze berichten op het internet. Nou, wat is er gebeurd? Een hacker heeft door middel van social engineering toegang gekregen tot admin credentials, username en wachtwoord. De hacker heeft ingebroken op de omgeving, althans ingelogd met de admin credentials. Hij heeft een backdoor achtergelaten en daarna heeft hij de omgeving gededost. En het bedrijf een mail gestuurd via een hotmail.com adres om vele bitcoins over te maken. Nou, hoe reageerde dat bedrijf? Die hebben een security firma opgebeld en die zeggen, nou, ga als eerste je admin wachtwoorden resetten. Nou, dat gingen zij doen. Maar die hacker had dat in de gaten. Die zag zijn cirkeltje steeds kleiner worden. De backdoor die hij had ingebouwd was een script. En met één druk op de knop werd de hele omgeving gewist van de aardbodem van het internet. Dus binnen 5 minuten was het bedrijf failliet, is er nooit meer bovenop gekomen. Nou, wat hebben wij hiervan geleerd? Admin account password altijd voorzien van multifactor authenticatie en de gewipte data separation of duties toepassen. Ik ga ze nu even in detail toelichten. Nou, multifactor authenticatie, authentication is something you know, something you have. Something you know is een username en een wachtwoord. Something you have is bijvoorbeeld een token op je telefoon. Echt iets persoonlijks waar gewoon iemand vanaf afstand niet bij kan. In de Microsoft Cloud is dit een standaard functionaliteit aanwezig in Azure Active Directory en in Office 365. Advies, altijd multifactor authenticatie aan voor alle admin accounts en bij voorkeur ook voor user accounts, maar admin accounts gewoon een eis. Nou, wat betekent separation of duties? Separation of duties, dat betekent dat belangrijke data door bijvoorbeeld twee mensen moet worden uitgevoerd. Wat het ook betekent, een heel simpel voorbeeld, dat één persoon niet bij alle data kan. In het geval van Codespaces, de applicatiebeheerder die bij de data kon, kon ook bij de backup van de data. Codespaces maakte backups, maar die stonden online in de cloud. Dus ook die data werd gewiped, dus ze hadden geen recovery meer. Het tweede voorbeeld wat we gaan bespreken is spoofing. Nou, spoofing is je anders voordoen via e-mail dan dat je daadwerkelijk bent. Het voorbeeld hierbij is, enkele jaren geleden kreeg het hoofd van een afdeling financiën van een hele grote multinational in Amerika een mailtje. Ik moet erbij zeggen, het bedrijf was bezig met de Chinese overname. Het bedrijf was beursgenoteerd, dus het mailtje kwam van de CEO van wil je 60 miljoen overmaken naar dit Chinese bankrekeningnummer? Even stilhouden, we zijn beursgenoteerd, dus. Dus zij maakt het geld over. Enkele uren later loopt ze door het kantoor, komt ze de CEO tegen en dan zegt ze, ik heb het geld overgemaakt. Hij zegt, geld? Welk geld? Welk mailtje? Nou, dat is spoofen. Een hacker had misbruik gemaakt van de e-mailomgeving om zich voor te doen als de CEO en daarbij deze mail te versturen. Het gebeurt dagelijks. Nou, wat kunnen wij hier aan doen? Allereerst insights. Bij niet veel mensen bekend, maar in Office 365 E5 zit spoof intelligence. En spoof intelligence maakt zichtbaar of een spoofing gebeurt binnen de organisatie op de e-maildomeinen van de organisatie, wel in de Microsoft Office 365 Cloud Exchange Online. Nou, aan de buitenkant, aan het internet, kunnen wij spoofing voorkomen door bepaalde functionaliteiten op DNS. Naast DNSSEC, SPF Records, Sender Policy Framework. Het voorbeeld staat hier. In het DNS record staat welke namen, type records, IP-adressen geautoriseerd zijn om mail te versturen namens dat domein. DKIM werkt op basis van public key encryption met domeinvalidatie. Ook om spam tegen te gaan, spoofing tegen te gaan. En wat DMARC doet als laatste, die kijkt van is SPF ingeregeld, is DKIM ingeregeld. En als een van beide is ingeregeld en er zit een positieve uitslag op, dan wordt de mail doorgestuurd. Is die negatief, dan wordt de mail tegengehouden. Nou, spoofing aan de binnenkant in een organisatie is op basis van Exchange Receive Connectors. Ik zie heel vaak dat organisaties op de Receive Connector externally secured toepassen, zoals hier in de afbeelding staat. Externally secured betekent,
ik ga geen beveiliging meer toepassen. Beveiliging doe je op een ander niveau, bijvoorbeeld IPsec. Nou, in de praktijk gebeurt dat niet. Dus dat betekent dat als iemand geautoriseerd is op het receive connector, hij zich kan voordoen als iedereen binnen de organisatie een mail kan sturen namens iedereen binnen de organisatie. Dus spoofing, heel belangrijk om het goed aan te pakken, het goed dicht te zetten, om dit soort kwade activiteiten te voorkomen. Heeft u nog vragen over deze security onderwerpen of andere security onderwerpen? Dit is mijn e-mailadres, neemt u contact op en dank u wel.